De onderzoeker Davide Iannuzzi is erin geslaagd om de stap te maken van fundamenteel onderzoek naar een commercieel product. Hij heeft 2 persoonlijke beurzen ontvangen van de European Research Council. De eerste voor het uitvoeren van fundamenteel onderzoek. De tweede voor het aantonen van het proof of principle. Binnen het onderzoek is gewerkt aan een oplossing voor het meten van de stijfheid van organisch weefsel. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij de transplantatie van huid of organen. Right now, most of the time they don't even measure it. There are 2 instruments that can do this commercially available. One is way too complicated to be used. The other one was developed for material science. So they are not really biological materials. Een geschikte oplossing is er dus niet. Binnen het Europees onderzoek is een nieuwe oplossing ontwikkeld die eenvoudig is toe te passen. Aan een optische fiber wordt een flexibel topje gemonteerd. Door een lichtstraal te laten weerkaatsen kan een meting worden gedaan, zoals te zien is in de uitvergroting. Now if you touch this part, of course the diving board bends. Now we take this object and we bring it into contact with the tissue, and by looking at how much the diving board is bending while pushing, we can say how hard or soft is the tissue you are in contact with. Samen met het VU Medisch Centrum werd een eerste prototype gebouwd en getest. Dat pakte zo goed uit dat het apparaat nu onder de vlag van spin-off bedrijf Optics 11 verkocht wordt. De reacties zijn goed. Toch is de overgang van onderzoeksproject naar bedrijf niet eenvoudig. You really need to work hard in keeping the flow of information from ideas to market in the optimal way. But it's a mutual fertilization process where my academic group has produced a new tool. And now the company is bringing it along to the market. And on the other way, the company is also giving back some knowledge that it is acquiring back to my academic group. Om Europese steun te krijgen voor een onderzoek als dit is een goed projectvoorstel belangrijk. Basically, before starting writing the proposal, I made a first proof of concept of the whole idea behind this technology. And then I spent 1 year to build momentum to really show the potential of this technology. And that created really that kind of profile that the European Research Council wanted when I applied for my research proposal. Then it's very important that you keep the promises that you have made and that you deliver what you were supposed to deliver during the 5 years of research proposal. Het nieuwe Horizon 2020 programma ziet Iannuzzi wel zitten. I do know that there is more involvement for small and medium enterprises for the innovation process that brings idea from idea to market, and that is very positive indeed. I also like the fact that fortunately we still have some funding agency that still sponsors Blue Sky Research, which is still very important because it's from Blue Sky Research that you can get then the ideas that then if you use them well, you can actually bring them to the market.